Nou, een lange samenwerking is weer verder bekrachtigd. Ja, het is een lange periode inmiddels al, hè? Vanaf 2003 zo'n beetje, geloof ik. Eerst met het matchracen begonnen als ondersteuning, dat Delta Lloyd daar met ons een langjarig programma deed. En daarna twee Olympische campagnes geweest, hè? Die naar China en die naar Engeland. En nu dan de nieuwe campagne naar Rio. Nou, dus dat is sport zo belangrijk voor Delta Lloyd? Nou, kijk, om te beginnen zijn we er heel blij mee dat het nu weer tot stand is gekomen. En ook voor de lange termijn, hè, want we gaan tot en met Rio. En wij als verzekeraar gaan altijd voor de lange termijn. Hè. Wij keren pensioenen uit over 40 jaar, voor 40 jaar. Dus dat spreekt ons heel erg aan. Zeilen is belangrijk, omdat het een schone sport is. Het is een sport voor beslissers. Hè. We voelen ons daar behoorlijk mee verwant. En ook onze medewerkers, en dat is heel belangrijk natuurlijk. Zo'n overeenkomst heeft natuurlijk altijd twee kanten. Het is mooi dat er gezeild wordt, het is mooi dat er op topniveau gezeild wordt. Maar het is ook belangrijk dat je er als sponsor natuurlijk voordeel uithaalt. Nou, in dit geval om je merk bijvoorbeeld nog eens te bevestigen. En in die zin is het hartstikke goed als je je heel lang met de sport kunt vereenzelvigen. En dat doen we dus. Is deze overeenkomst alleen gebaseerd op de Olympische ploegen of ook de hele breedte sport? Nou, de hele breedte sport natuurlijk. Ja, het enige wat we op dit moment natuurlijk niet doen, dat is het oceaanzeilen. Dat hebben we natuurlijk in het verleden wel gedaan met de Volvo Ocean Race. Maar dat is echt zo'n ongelooflijk dure business. Dat is voor ons echt niet meer te doen. Dat is uitgesloten? Dat is uitgesloten, ja. En evenementsponsoring, dat gaat wel door? Ja, dat blijven we doen. Het is voor ons ook belangrijk om relaties mee te nemen naar het zeilen. Dus we blijven de 24 uur race doen. Nou, we blijven al die andere evenementen ook doen. De Delta Lloyd North Sea Regatta blijven we doen. Dat is belangrijk om onze relaties mee naartoe te nemen. Het is ook belangrijk om gewoon het publiek wat geïnteresseerd is daar ook bij uit te nodigen. Waar we nu de komende tijd op inzetten, dat is echt voor 2013. Dat is dat we vanuit de breedte zoveel mogelijk talenten de gelegenheid willen geven om zich te meten met de wereldtop. Dus dat we weer, zeg maar, vanuit het Stielmeer we weer een aantal toppers kunnen toevoegen aan de huidige toppers die we hebben. Daardoor krijgen we er natuurlijk daar dat stuk breedte in. En daar zetten we ons in om de komende jaren veel aan te doen. Proost op Rio. Ja. Cheers.